Ik ben Kevin Tentai en samen met enkele van onze rebellen op de tribune vertegenwoordigen wij vanavond Extinction Rebellion, de internationale ongehoorzame klimaatbeweging. Ons doel is om klimaatverandering te stoppen. Allereerst zijn we enorm trots op u. U heeft de klimaatwetenschap en de veiligheid van de burgers van Arnhem serieus genomen en u heeft de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Gefeliciteerd met de eerste stap. Nu is het tijd voor acties die leiden naar een klimaatbestendig en CO2-neutraal Arnhem. Ik wil u graag vertellen hoe dit eruit kan zien. Wilt u alstublieft mij een genoegen doen en eventjes uw ogen sluiten en u voorstellen? We zijn in het jaar 2100. U fietst door de stad en ziet drijvende woningen, zelfrijdende auto's en herten in de uiterwaarden. Uw achterkleinkinderen spelen in groene gebieden met beekjes en watervallen waar het asfalt ruim baan voor heeft gemaakt. Arnhem is, ondanks het veranderende klimaat, nog meer dan nu een fijne, leefbare stad om te wonen met oog voor natuur en het welzijn van de mens. Open uw ogen. Het is meer dan een droom. Onderzoekers van de Wageningen University and Research ontwierpen dit scenario voor de stad van de toekomst en namen Arnhem als voorbeeld. En dat is niet voor niks. Arnhem heeft de potentie om een voorbeeld te zijn in de internationale klimaattransitie. Geen of te late actie tegen broeikasgassen zal resulteren in extreme hittestress onder de bewoners, grote economische schade, wateroverlast, vervuiling van lucht, van land en onomkeerbare schade aan de biodiversiteit. Er zijn tal van bewezen effectieve stappen. Bijvoorbeeld op de website www.klimaatcoalitie.org/klimaatplan staat een aantal maatregelen die u als gemeente kunt nemen. Ook is het essentieel dat burgers zeggenschap krijgen over de opzet en de uitvoering van het klimaatplan. Door middel van een burgerraad. Wij adviseren als logische volgende stap, als vervolg op de klimaatnoodtoestand, het opzetten van een Arnhemse burgerraad. Om te adviseren en invulling te geven aan het klimaatbeleid. Opdat de transitie niet alleen snel, maar vooral ook eerlijk wordt. We willen immers niet de monopolie van de fossiele brandstofindustrie doorgeven aan een monopolie van duurzame bedrijven die precies op dezelfde manier omgaan met de samenleving. We moeten verder kijken dan onze gemeentegrenzen. Het is de morele plicht van Arnhem om zo snel mogelijk CO2-neutraal te worden. In een wereld waar de armste bevolkingsgroepen wereldwijd de crisis nu al aan hun lijve ondervinden, in de vorm van honger, droogte, orkanen en overstromingen. Extinction Rebellion Arnhem wenst u veel succes toe de komende jaren. We werken graag met u samen om het geschetste toekomstscenario werkelijkheid te maken. Maar we zullen niet schromen om van ons te laten horen en mede-Arnhemmers te mobiliseren mocht het gevoel van urgentie in de raad ontbreken.